Minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken voor de vergadering van de ministerraad tegenover journalisten desgevraagd bevestigt dat er daadwerkelijk nog ambtenaren in dienst genomen worden door de regering. De bewindsman zegt dat het proces om de 900 ambtenaren die de dienst willen verlaten in volle gang is. Die zijn nu bij het uitvoeringsbureau, die worden gescreend, er wordt bekeken of ze de dienst kunnen verlaten. Je hebt sommige ambtenaren die we niet kunnen missen, die hebben te veel kennis om in één keer weg te gaan. Maar anderen, die kunnen we wel missen, die hebben hun kennis al overgedragen en daar is het traject van ingezet. En het wachten is natuurlijk op het behandeling van de personeelswet. Dat zou gisteren gebeuren, dat zou vorige week gebeuren, het is een beetje uitgesteld, maar ik ben een geduldig persoon. De ambtenarij is een dynamische beweging. Mensen gaan weg, mensen gaan dood, mensen nemen ontslag en die moeten weer aangevuld worden. Maar het is geen zins de bedoeling dat we, net als de vorige keer, 17.000 ambtenaren gaan aannemen. Volgens Somoharjo is het nog steeds de bedoeling dat het ambtenarenapparaat gesaneerd wordt. Speciaal ingezette trajecten moeten daarom maken dat de ambtenarenorganisatie gezond wordt middels opschoning en de gelegenheid aan mensen om de dienst te verlaten. En daar is een verschil. Kijk, je hebt mensen die die willens en wetens de dienst dokken. Dat zijn de spookambtenaren. Maar je hebt ook mensen die thuis zijn gezet door de regering, door ministers. Ik heb zelf ook een paar mensen thuis gezet. Want je wil natuurlijk met mensen werken die je vertrouwt. En die mensen, die moet je natuurlijk niet treffen. Er moet een verschil zijn. En dat is ook opgenomen in de nieuwe wet die behandeld gaat worden. Ja. In afrondende fases. We zijn al in de tweede ronde, dus het is alleen maar goedkeuring. Somoharjo geeft aan dat de ambtenaren, en dat zijn er duizenden, die opzettelijk de dienst dokken, de no work, no pay regel zou worden toegepast. Voor enkele mensen die zich daaraan schuldig maken, is het salaris al stopgezet. De minister merkt op dat bij de verplichte ambtenarenregistratie ruim 12% geen gehoor heeft aangegeven aan de oproep van de staat. Van deze groep overheidswerkers zal ook hun tegemoetkoming stopgezet worden.